Welkom bij de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Limburg Doc, het documentaire programma van L1. Met vandaag, vanwege 11 november, uiteraard de officiële opening van carnaval, de documentaire De Duvels van Stijl van regisseur Maartje Timmermans. Timmermans, zelf geboren in Tegelen, dook voor en tijdens carnaval achter de schermen bij carnavalsvereniging De Ketelaars, opgericht in 1952. En wij doen het, zegt de penningmeester van De Ketelaars op een gegeven moment in deze documentaire, wij doen het net iets anders dan alle andere carnavalsverenigingen. En hoe verder in de documentaire u bent, hoe meer u dat zult beamen. En het meest in het oog springende onderdeel van De Ketelaars is hun traditionele ketelgericht. Een volksgericht waarbij vertegenwoordigers van onrecht worden beschuldigd en indien schuldig bevonden ook veroordeeld en dan wordt ook meteen de straf uitgevoerd. Ze worden namelijk in een grote, dampende, rokende ketel geworpen. En die ketel die staat weer op een grote wagen, de Duvelswagen. En die is landelijk bekend, want die zat in de film Van God los. Tradities zijn er om in stand te houden, betogen heel veel vertegenwoordigers van de vereniging in deze documentaire. Maar er zijn ook discussies. Discussies over de rol van vrouwen in de vereniging bijvoorbeeld. Over de manier waarop geld bij elkaar moet worden gehaald, want het kost natuurlijk ook gewoon geld. Want daarover geen misverstand, vastelovend is ook hard werken, veel organiseren. Vastelovend is afzeen, zegt iemand in de film zelfs, met enig gevoel voor dramatiek. Afzeen, want je moet 's ochtends vroeg op, een hele dag bier drinken en dan 's avonds heel laat in bed. En dan moet je weer vroeg op en dan moet je weer sminken en dan begint het weer helemaal opnieuw. Maar ja, niet meedoen is ook geen optie. En voor de jongeren gelden weer andere wetten. Want sommige van die jongeren in het dorp vinden het ook fijn om naar grote evenementen te gaan. Op een andere plek. Dus de oude garde is bang dat de jonge garde het contact met het eigen dorp, met de eigen traditie, met de eigen vereniging verliest. En de jonge garde zelf denkt dat dat wel meevalt. Deze vastelovend, die van afgelopen jaar, en in deze film sluiten ze in ieder geval nog samen af. Tellen ze van 11 terug naar 1 en dan rijdt naar 0 om daarmee de vastelovend af te sluiten en elkaar te beloven volgend jaar weer. Kijkt u naar De Duvels van Stijl, een film van Maartje Timmermans. Kunst in contact met de ketelaars als stijlwoens. Van klein jongske naar vaan, ketelgericht, de optocht, een duvelswagen, mij gewoon met de duvels. Het zit in die bloed. Nou, als ik toch kennis heb misgaan. Dat gaat heel jong beter. Je wilt hier je kennen met de kop. Ja, dat is wel een het is wel een kunst, alleen ja, we zien duivels op stijl. Hè. Thank you.
Als we nou BCL gewoon, ja, dat is gans Limburg gewoon. Hè. Daar kijken ze toch wel allemaal van op, joh. Wat is dat? Wat is dat? Wat hebben jullie voor een prins, zeggen ze van mij? Iedereen heeft een prins, maar wij hebben een Lucifer. En we doen eigenlijk alle dingen toch vaak net op een wat andere manier als dat bij andere verenigingen geeft. Het springt er ook altijd uit, hè. Kijk, de prins heeft een fijn pak aan. De Lucifer is gesminkt. Een beetje grillig gesminkt, dit heurs op de kop. Je moet gewoon een beetje angst aan weg zien. Gans angst. En dan lees je zo smerig en zwart mogelijk. Joh. En dat is wel een fijne ervan. Dat hebben ze gans Nederland heet en niemand. In de grote optocht trok gisteren al datgene voorbij wat kranten, radio en televisie dit seizoen aan gesprekstof hebben opgeleverd. Flower Power en Phil Bloom, die hier Phil Bloot heet. In deze optocht liep de afvaardiging van Stijl Tegelen, het ketelgericht. Een levende volksrechtspraak die ruim 80 jaar geleden door een Franse schaapherder naar hier werd meegebracht. Vanmiddag vond dit ketelgericht en de helse afstraffing door vorst Lucifer plaats. Het eerste slachtoffer Phil Bloom, niet de echte natuurlijk, maar een plaatsvervangster. Meet je, steeds van een beetje warmte, echt wel goed hoor, geloof ik. Toen heerst een economische toestand van het lang vuurtje aangedaan. En daarom ken ik scherper dan de ketel in mijn teeg. En dus gaat Phil Bloom de ketel in. Het carnavaleske volksgericht van Stijl Tegelen heeft haar en haar daden veroordeeld. Men geeft hier collectief lucht aan zijn gevoel van afkeuring. Phil is de schuld van de malaise in de textielwereld. Vroeger waren het veelal plaatselijke figuren of misstanden die het tijdens dit ketelgericht moesten ontgelden. Maar sinds de komst van de televisie is ook in Tegelen de wereld groter geworden. Eigenlijk is dat allemaal een beetje hetzelfde. Want het draait zich nog eens anders om als die keeper met de ketelen. En dan moet dat een beetje op een hilarische manier gebeuren. Maar hij moet er toch in. En dan hebben we einde gooien vandaag dat er een stoeltje merkt is. Het is met ze erin en dan komt er beroerd en dan gaat er weer in en dan komt er beroerd. Dat is in de maand. Het is misschien al 30 jaar in de ketel. Dus, En dan komen die duivels en weer. Dan worden ze door die duivel vastgegrepen. En dan worden ze naar de ketel geslept. En dan moest ze maar flink tegenspechtelen. En dan, als het even lukt, een keeper ze even boven moet de ketelen. Dat is echt niet prettig. Want er staat onder in de ketel staat zo'n ketel. En er wordt echt in gestoken. Alles zeg maar, wat moeilijk is, wat stinken. Dat moet flink bleuken en dat moet een enorme stank moet het zien. Nee, gewoon niet. Maar ik vertel wel dat ik zelfs een keer de ketel in bus geweest is. Ze voor 3 jaar gerookt. Het waren dan een andere man in de boel. Kost per kost de ketel. Nou, we waren blij dat we hem eruit hadden. Joh. Ja, dat had wel de boel geschreven, ja. Was een drugsdealer, ja. Hashandelaar. Toen was ze boven over het volk, achter hoe de volk gehaald. En was ze over de cup, was ze doorgegeven. Naar vuur naar het tribunaal toe. Wit, has. Een hashandelaar. Dit is ook nog een keer opgetrooien als Gordon. Ketelgericht. 2008. Dan moet je dan nog wel druk lachen nu. Er zijn een aantal tekstschrijvers die informatie aangeleverd kregen en die dan in de gang gaan. En die dan een tekst samenstellen. En dat werd een keer in de groep gegooid en die werd nog wat bijgezag en verzonnen. En dat werd uiteindelijk het verhaal. En uiteindelijk komen er natuurlijk 3, 4, 5 zaken die behandeld moeten worden. En sorry dat ik moet zeggen, ik als advocaat moet die verdedigen, maar onder ons gezag. Ik heb het liefste dat ze de ketel in gaan. En door maak ik dat een draai aan. De politiek die wil mensen ook op de korrel genomen, joh. Maar goed, wilde dat de pech uit Venlo kwamen. Ja. Dat loopt ook wel een bepaald risico. En nu voor het algemeen is mensen nog wel eens een keer een Pruis. Dat slijt ook wel altijd goed in, een Pruis de ketel, hè? Ja, moet ik even corrigeren, een Duitse Pruis. Een Duitse Pruis, ja. Meestal een Duitse Pruis, die wil in.
Ja, er is nogal een huilde discussie is er gevoerd en over de ontstaansje van het ketelgericht. In mijn boek zeg ik dat het, wat ik zover heb kunnen vingen, is 1874. Mogelijk dat het zelfs nog eerder is. De ketel is gewoon zelfs goed van 1883. Ik heb geloof ik in mijn boek 6 of 7 verschillende theorieën opgedumpt. Faillissement van de Woltersbank, destijds in Venlo. Er was zoveel onrust in met name tegen, want er zijn verschillende fabrieken failliet gegaan. En de mensen houden zich door Uten, door iets neer te zetten. En de andere heden van de Schorpsherder, die zouden dat uit Paris meegebracht hebben. Er zijn verhoorden dat het in Duitsland opgevuurd is, dat het overgeweid is naar Stijl toe. Er wordt nog steeds het duivelsoptreden wordt er gevierd. Mensen dragen er ook duivelsmaskers echt in de optocht. En dat is eeuwen en eeuwen uit het feest hoor. Nou, Aland hebben we laten onderzoeken, want dat betekent eigenlijk Duivelsland. Nou, in Stijl hebben we natuurlijk ook een Aland, alleen noemen we dat door Aland. Nou, het is altijd verkloord geweest als zijnde Waterland, dus morasachtig. Maar dat kan ze natuurlijk ook verkloren als Aland, als zijnde duivelsachtig. Hè? Ik bedoel, een moras, onheilspellend gebied, wat gebeurde er allemaal? Mensen waren natuurlijk ontzettend bijgeluivig in de tijd. Als er iets krijgt in het piepte, dan dacht ze dat het een duivel of een heks was. Dus wie weet, misschien ligt het toch wel. Ik denk ze dat dit duivelken is. Dus doe een beetje kijken dan. Ja, dat zal zo nog wel een. Ja, dat ben ik zien. Dat is in de 50e jaren een keer geweest. Ja, ja. Ik meende toch dat ik dat stukje typisch Stijler gebeuren, dat ik toen aan met moest gaan werken. Dat heb ik altijd met plezier gedaan. Eigenlijk kan ze het niet beschrijven, dan moest het eigenlijk gewoon zelf de leven meemaken. Lucifer, dan weer vuur op in de zaal en die spanning van te vuren. Dat is toch een gevoel van een droom van een jongensdroom van dat een keer te weren. En ik denk dat elke sterke jongen dat wel een keer wil. Dat was toch wel weer deel van hoe het maken. Dat is een leuke vraag. Dat was de muster beter en nu is het gaan zwart gemaakt. Ja. Nee. Ik ben een Tegelse. Dus een Tegelse kan niet op Stijl Lucifer leren. Nee. Of zo nog wel uit de berg komt, dat is maar 100 meter van Stijl. En toch hebben we ooit de Lucifer uit Tegelen gehad. Aan de kank, no de duivelse scepter in de hank, is ondertekend en willen we je voorstellen. Ja. Jullie van Suzvet Wieders en Zwaar, jullie ook. En met mam, denk eraan, hè. Dan hebben we het zo, jongen, dan gaan we een biertje maken. Ja, de ketel, die had een lucifer. En als ze ergens naartoe gingen, als ze naar een café gingen of in de optocht met je dier, en dan zeiden ze geen muziek. Als ze een bezoek gingen, dan rende er een voor op en zeiden van, zet de muziek het helder, de lucifer komt eraan. En dan kwamen ze even binnen. En dan waren er een paar tellen en dan waren we afgelopen. Toen was er nog geen joekskapel, nee.
Want er was een trommel- en fluiterkorps, die liepen een vuur op. Die Joekskapel had de trommel- en fluiterkorps vervangen. Maar toen was het trommel- en fluiterkorps was er nog, ja. En dan hadden we de eerste bijeen gekomen, ze loopt aan de ganse stapel met instrumenten en die kost die instrumenten goed zoeken. En de eerste lucifer met een eigen jeugdkapel. Dus als ze ergens binnenkwamen, ze was het rijk tam-tam. Ik zoet op duvelswagen en de rest mocht op de vrachtwagen zitten daar. Dat aan de wagen gepakt, het zeilen bedaak gegooid, het slingerstrand en het bengskestrand. En die kost die jongen met een optocht mee. Dan hebben we de ganse optocht, vier liedjes hebben ze gespeeld. Gezelligheid bij jij, met koffie erbij. Ja. Ja, ja. We moeten dus toch ergens aan wermen. Hè. Want het is een verrekte kaart. 9 graden vroeg het nog altijd. Kijk, er moest toch mensen hebben die ook herkennen. Hè? Die lasters en zo het allemaal. Ja, dan moest je niet bijkomen als je niks wilt doen. En dan had ze echt niet veel tijd, want die ging s'avonds om 6:30 weg. Maar was om 7 naar door, dan nog de grijpen goed door, de verven en gaan en allemaal. En op tieren moesten ze toch maar weg, met zangers houden, moesten ze bewerken. Dus. Maar dan moesten ze niet zozeer aan tellen. Ocht wel de 1000 of de 1000. Nou, daar hadden we ook wel veel lol omheen. Maar soms, ja, wie zijn wagen bouwt, dan zit die elke dag weg. En dan is ze zelf, de kingen onder kleine zo, dat vind ze niet altijd leuk. Maar daar is ze wel begrip voor. En als ze dat niet heeft, of niet voor, ja, voor de vereniging toch een beetje een gevoel is, dan werd dat niks. 28 april 1988. Toen gebeurde het. Een telefoontje belang heb je aan de wagen gewerkt. Ik zeg, wat aan de wagen gewerkt? Wieso? Wie lang heb je dat gedaan? Weet ze dat nog niet, hè? Ik zeg, nee, ik weet nog niks. Dan zit het is tijd in de fik. Ik zeg, wat is tijd in de fik? Een van de eerste dingen wat de keer ooit overkomen is. Nou, dan kom ik je stoken, want direct erin natuurlijk, en er staat een brand weer. En dat kreeg ik er goed in, en dat is eerder van. Zo heeft mijn jeugd nog nooit gebrand, hè. Ik zeg, wat zie je geen paluur. Dan denk ze, ja, wie moet er verder? Dat brengt een klap wat dicht op jij, want er moet een nieuwe wagen gebouwd worden, dus. Er moet weer van alle hand gebeuren. En dan moet er eerst kijken of we geld krijgen weer voor zoiets op te bouwen. Toen hebben we een loterie gestart. Help met gulle hank. De ketel op de brand. Ja, dat heeft goed gegaan. Sommige lolboxen maken er natuurlijk van. Help met gulle hank. De ketel en de drank. Maar zo is het dus echt niet geweest. Al dat geld is dus wat er gekomen is ingestoken in de nieuwe Duvelsberg. En dan hebben we de eigenlijk de nieuwe wagen dat hebben we eigenlijk gebouwd in goed 2,5 maand. 3 maanden. En dan heeft hij helaas 2 jaar op de stal gestaan. Want dan hadden we de golf al aan de stal.
voor de oorlog. Dan moet je bijvoorbeeld graag geen vrouwen meer doen aan de vastelovend. Bijvoorbeeld de maagd, dat heeft een eikenmig nog gezegd, de maagd, de vrouwen Justitia, dat moest een man zien. Dat moet je geen vrouw zien. Ja, ik kost dat reactie. Maar ik mocht dat niet, hè, want vrouw Justitia heb je hier blind te zien. Die moest de weegschool vasthaaien, bij het tijdens het ketel gericht. En dan wordt er gebogen of degene de ketel in ging of geschreeuwd worden. Maar dat was, dat bepaalde de rechters toen eindelijk. Ik moest er alleen maar bezig zitten voor de show. Nee, ik heb nooit steks gehad. De eerste paar keer dat ik mij deed, was het eigenlijk vooral stilzetten en... Ja. En leuk kieken. Ja, en Ozelie. En Ozelie, en daar waren het wel zo'n beetje. En nu heeft hij eigen rol gekregen, zeker de laatste keer. Die had een hoop tekst. Dat was leuk. Niks, keuze er alleen maar bezig zitten. Het was alleen maar omdat hij erbij huurde. En dat was de enige vrouwelijke persoon in het mannenwereldje, volgens mij. Er mogen alleen maar mannen bij, maar ze willen wel een vrouw erbij als maagd. Dat hebben we het maagden versleten. Maar we hebben al bedacht, we vinden stagiaires erg goed, dus vanaf nu gaan er steeds meer stagiaires mee doen. Ik ken er ook steeds meer maagden mee. Ik ken er steeds meer maagden mee en dan wordt het vanzelf een vrouwenvereniging. Maar we hopen nog steeds dat er ooit op dat podium een vrouwelijke Vos Luciferin komt. Toch? Ja. Lucifer had ik wel leuk gevonden. Dat is heel geen anders als een prins of een prinses. Nee, vind ik niet. Dat is traditie. Zelfs als dat ze een jeugdprins ook een prinses moest maken. Vind ik, dat is mijn persoonlijke mening. Dus een vorst Lucifer moet voor mij een man zien en geen vrouw. Dat zou ik misschien nog wel wennen zien. Dat is toch altijd dat beeld, hè, is van een mannelijke Lucifer. En ook met prinsen van andere verenigingen, het is eigenlijk in principe altijd een man. En dat het altijd zo is geweest, zal het wel even wennen weer. Maar ik moet het kennen, vind ik. Dat, Ja, heen Henkje goed. Wat die allemaal gedaan wordt in de zaal, voordat ze pas echt naar boete toe treden, ja, dan is een vrouw benieuwdig. Zo'n vrouw, volgens mij, lukt het gaan niet. Ik heb nog niet, ik heb nog niks gezegd, want ik kreeg een commentaar, maar we mogen wel met helpen, weet ze wel. Daar zie ik me dus goed voor. Ja, we doen wel heel veel achter de schermen, maar de mannen treden op de voorgang. Daarom voel ik ook geen lid. Maar dat mag niet. Er was nog altijd een mannenaangelegenheid en die wordt en met algemene stemmen wordt er de stijging gestemd dat de vrouwen lid worden. Maar nu zien ze van harte welkom. Wie mannen kennen een vereniging zonder vrouwen absoluut niet runnen. Dat is gewoon feit nummer 1. Want zonder vrouw kent ze niet die daar allemaal afwezig zijn, dan kan ze dat werk niet allemaal leveren. Maar of nu een vrouw bij een vereniging moet komen, zo wie de Stijler Ketel is, nee, dat zin ik niet zetten. En al ga niet als Vos Lucifer. Want dan moet ik mijn kameraad Barry bijvallen. Tradities zien er in mijn ieren te haaien. Waren de Venus misschien nog wel beter? Nee, dat is het maar bij de driekjes. Ja, van mij mogen ze zelfs nog Lucifer weren, maar nu kom ik in de ketel. Nou, dat is wel interessant, want ik hoor ook wel eens andere signalen. Dat de jeugd zei, jongens, zij hoe met een ouderwetse krom. Dames zijn net zoveel weer als heren, die moeten gewoon bij de vereniging komen. En dat de eieren wat meer behoudend zien. Maar het is natuurlijk wel een teken dat als er verschillende meningen komen, dat de mensen wel bezig helpt. Ik hoef persoonlijk geen lid te weren. Nee. Als massalid is, ben ik net zoveel lid, eigenlijk. Alleen beslis ik dat niet mee met bestuurszaken en dergelijke, maar dat vind ik ook geen idee. Al wil ze meer draagvlak krijgen naar de toekomst toe, ja, dan kan ze dat nederlijn van mannen verwachten. Daar is de vrouwen ook bij nodig en ook de kinger. Want als ze vrouwen bij de vereniging ook als lid toeleurt, dan kan ze ook denken aan een gezinssamenstelling. Allerbelangrijkste in de vastelovend is de gewone mens die even de kans heeft en dus eigenlijk de vastelovend vierder is. Want stel dat ze allemaal mensen had die bij een vereniging zoeten, dan had ze dus eigenlijk het publiek niet meer. Want iedereen hoort ergens bij.
Mijn breuken was zeg maar de duivel, dus eigenlijk was echt niet eens belangrijk of zo. Maar ik ben overal mee geweest en ik vind dat gevoel was en dan Chris van die vereniging als een geheel en zo. En dat was zo gezellig en ja, dat wou ik gewoon een deel van goed maken. Ja, ja, dat was gewoon allemaal ongedwongen was toen. Ja, toen mogen we veel meer. Toen ik Lucifer was, toen vreesde ik op de hei met in. Ja. En na Noord-Duwensbal heb ik in op de fiets naar huis gebracht als Lucifer. En dan langs ik op de Kerkerweg in de frieten eten. Dat moest je nog eens proberen als Lucifer. Ja, dan kreeg je het doornemend meer vuur. Dan zetten ze direct in een taxi en dan moet hij vervoerd weer naar de volgende plek. Dat is hier. Als Lucifer is geboren als een heel klein zwegelke. Dan moet ze de pap van is goed geboren, ja, dat heel klein vlegelke. Dat is de winkel van Kroenen. En deze we zitten is de meter op is dat is dat. Een... Hier is zelf een Lucifer wat doen. Dat is pap. Toen was hij 8 hier. Met de regen aan, ja. Hij wacht, ik hem daar eigenlijk nog niet meer volgens mij. Ja, ik doe het niet ook nog. Ja. Dat moet er zo te zien wat de Lucifer zit, of de vrouw in justitie, ja, maar dat kan ook. Dan kom je 54. Met de huis nog. Ja. Dat is 54, zie je dat? Ja, dat is 54. We hebben 1983 een heel groot feest gehad natuurlijk, wie we 100 jaar bestingen. Maar wat echt een huur van de verhaal is dat gewoon, ja, in die tijd de muis en feest komen. Alle verenigingen bestingen lange tijd. En ja, we zijn er aan de slag gegaan en, met weinig ervaring. En er worden artiesten gecontracteerd, orkesten gecontracteerd. Ik weet niet dat Frans van Dammeke me gaat bellen, ik kan de Mijnse Roostzanger krijgen. En toen noemde ik bedrijf, ik zeg direct pakken, wist ik van wat de dingen die toen waren. Tegenwoordig zijn de bedragen die ermee gemoeid zijn, die zijn zo groot eigenlijk, dat ze eigenlijk niet meer op zo'n manier zo'n grote activiteiten kunnen organiseren. Maar dat waren niet de ergste. Die golden earring, dat was verschrikkelijk. 19.000 gulden kostte die en wat die neer aan eisen stelde qua drank en alles. Er moest een tent weer neergezet, er wordt artiesten geboekt en loop maar gewoon, we zien maar wat schip strand. Dat was een paviljoen, die stinkt bijna van goor tot goor. Dus hadden we prachtig weer en toen hadden we weer, zo wie nou, ijs en ijskade aan het sneeuw. En dan moesten we 24 uur per dag stoken, 14 dagen lang en dat kostte ons 100 gulden per uur. En eerst was er met heel veel geld binnenkomen. Er mond holen we papier op. Maar de belangrijkste inkomstenbron voor de vereniging zijn eigenlijk onze ketellappers, onze sponsoren. Ook zijn de bedrijven die gewoon in natura sponsoren, boven materialen van mugen, lienen of gebroeken. Dat is ook heel erg welkom. Ja, we organiseren activiteiten als een bloemenactie, een loterie doen we. Dat zijn allemaal zaken die heel erg nodig zijn om geld binnen te halen.
om de vereniging draaiende te haaien. Die oldtimer show, ik vergeet het nooit meer, man. Dat was prachtig, maar het kostte alleen maar heel veel geld om die tent te steken. Ik denk dat veel mensen zich inderdaad niet realiseren wat er allemaal bij komt kijken. Een vereniging als de keerteleers om die draaiende te haaien. Duvelpissen moet ook een duvel zijn. En liefst die zo smerig mogelijk. Gans wacht, kijk de heng zwart. Dat is geen duvel als een witte heng is. Het moet allemaal zwart zijn, koolzwart. Kijk, als je die hel zien zoals zus, dat zijn ook allemaal van die binken, dat is wel gans getatoeëerd. En aangezien wij dat niet zien, die weet dat zo. Ik denk een 20 gemaakt van die helmen, allemaal met die heuren. Toen was op een gegeven moment was er nog wel gevraagd voor Lucifer. Hè. Hele grote vriendengroep achter de allemaal met moeders. Dus mijn vrouw in begin 70 was het hier gaat, hè, want keken ze de motor eerst nog met de nek aan. Dat is een appelduvel. Wij toen 1975 en zelf als duvelspolitie. Snelste lucifer aller tijden. Wij willen wel meedoen aan dat duvels gebeuren. Ja, ik regeer motor en in zo'n vastloven seizoen is dat leuk om te doen. En het geeft toch een extra kleur. En de vleurige kinger op toch. En het heet... bij de kinger ook wel gaat straks hoe van de duvelspolitie, daar komt het heer op die motors. Ik weet niet toch, toen ze neer op de weg stonden als klein manke en toen kwam Peter langs met zijn motor, die ik geloof ik nou nog riet. Wauw, dat wil ik later ook eens. En nu, 45 jaar later, staat het manke zelf als duvelspolitie. Dat is toch geweldig? Vanuit die eigen, dat vind ik stoer om te doen, dat is leuk. Ja, de bus op de leeftijd is er normaal gesproken niet zo verstrooid loopt. Dus dat heeft wel geen apart om dat zo te kunnen doen. Ja. En ook de verbondenheid met de motor. Ja, met name die sirene, dat vinden de jongens eigenlijk... Dat vinden we heel leuk, ja. Ja. Ons huisje moet kunnen gaan. Dit is een helm, ook uit de oorlog, maar van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En die waren voor heel duur. Knok en knokken, knokken hel. Voor die heures moesten we er weer geetjes in boren. Nou, daar kwamen ze met geen boor door. En toen had ik mijn eigen helm. Loods wordt dat ding. 2 kilo. Ja, dat dus was een zeker anders, ja, tuurlijk. Het was een fijne helm, is jammer. Ze weer. Oh, dan ga je ze op de wagen.
Ja. En stinkt ze dan ook nog zo'n rook nog? Ja. Hoe zit die mam dan? Ja, papa. Het is heel klein, als gaan ze zo dag in die wagen. Ja, klein. Ja. Hoe bussen helemaal klein? Dit jaar ben ik 6 geworden. Vorig jaar was ik 5 toen het erop ging. En de rook wel flink, hè? Dat is het leukste nog niet. Het stinken naar de rook. Ja. Wil ze later ook voor Lucifer weer, hè? Eigenlijk wel. Dat is nu al, die een dreun. Ja, hè? En de jeugd Lucifer dan? Is ook chic of niet? Ja. Als het vuur echt aan is, komt er gaat dikke hout op. Dan stook ze hem een beetje op en dan doe ze het naar het blad op. Of vroeger had ik dan dukker coniferen groen. Alleen dat vonden de mensen boven niet zo lekker. Al die haar staat zweet ik toch wel op de ogen en op de oom. Ja, ik ben gehard, hè. Ik heb vroeger zelf ook joren bovenin gestoken. Mijn papte is vroeger is hij steuker geweest. En ja goed, wie ik zo'n dabberke was, wie ik net kon lopen, sting ik al boven op de wagen mee. De huur is natuurlijk aaier. Gij ze de wereld verkennen. Gij ze andere dingen doen. Maar uiteindelijk blijft de ketel blijft toch kribbelen. Ik ben een nachtgestoker, joh. Een echte pyromaan. Die jongen die staan al te wachten, joh. Kom maar jongens, rustig aan. Rustig aan, neerdringen. Ja, alleen het rook gaat dan in je ogen en dat begint dan zo te prikken. En dat is dan niet echt heel fijn. Ik vind het heel erg stinken. Vastelovend is afzien. Dat is lol, maar dat is ook afzien. Joh. De ganze dag feesten en dat en op een vroeg op beer drinken, best wel weer gij dansen en lopen gewoon, hè? Dat moest gewoon gaan, dat moest gewoon met en toe, maar met dat klaar. Kijk, ik heb me wat je beter voorstellen als dat ze s'morgens hier laat de hoedje, s'morgens appetit weer op, sminken, zelf kloor maken, weer. Ik heb me wat leuker voorstellen. Maar ik wil er nog even doorgaan, klaar goed. Ja, dat is van algemeen wordt er wel flink gedronken. Hier wordt niemand oud en ander gegeven. Ja, dat is echt niet geloof. Uit Limburg en dan zo zijn deze, die jongens allemaal lekker zuipen en vrouwen. En die, zo zien ze het inderdaad. Maar... Ik heb zich niet helemaal klem gaan zoeken, dat is niet de bedoeling. En dat iedereen door staat te genieten, staat te swingen, staat te zingen. Dat is vastgelovend, met hoofdletters geschreven. De vastgelovend is wel aan het verangeren.
Dus dus ook dat de jeugd op een andere manier vastgelovend viert dan zeg maar mijn generatie of de generatie voor mij. Maar dus dat jeugd gemakkelijker naar grootschalige activiteiten trekt. En dan hebben ze geen relatie opgebouwd met stijl en ook niet met de ketelaars. Dus dat maakt het dan wel heel erg lastig. Ja, leden in de lijn, maar vooral dus ook mensen die in het bestuur willen gaan zitten en door een bepaalde taak in willen gaan uitvoeren. Ja. Nou, ik denk wel dat het blijft bestaan. Er zijn altijd mensen die daar die passie voor hebben en die dat overeind willen haaien. De huidige generatie wordt aaier. En als er geen nieuwe mensen achter komen te staan, jonge mensen met nieuwe ideeën, ja, dan verliezen ze dus draagvlak. En dan duisteren die eigen toekomst waarschijnlijk tekort. Een paar uurtjes en dan gaan we vastgelovend 2012 afsluiten. Ja, heel zwaar toch wel. Had ik niet verwacht. Dat is gewoon gezellig dat het een goed virus is. Dat. Ja, absoluut. Ik denk dat ik buk de hele avond. Ik heb, ja, je bent 1 jaar zo verbonden met die ketelers. Met de, ja. En nu moet ik loslaten op een manier en dat valt me heel, heel zwaar. Is, als ze aftreedt, dan nemen ze in feite alles af. De mantel, de pruik, de medailles die ze krijgen, dat ze eigenlijk bij bestuurders. Maar zien ze zeker af en toe momenten denken van ja. En dat het toch een heel zwaar programma is. Een lange dag. Eigenlijk het hele jaar door huurt ze geleefd. Die huurt opgehaald, weggebracht, er is wat door hier, er is wat dit doen. En hoe zit ze dadelijk misschien in het weekend van, hebben we nog wat te doen? Of, ja, dat moest ze meemaken, echt. Ik kan niks anders erop zeggen, het is gewoon een ervaring apart. En dat iedereen in de zaal mij aftelt van 11 bis 0. Dan gaan wij onze steek, ons mes afnemen. En dat betekent dat vastgelovend 2012 officieel afgelopen is. Nou zeg voor mij, vastgelovend 2012 was echt een pleintje. En dan gaan we langzaam aanbouwen, evalueren en ons voorbereiden op 2013. En heen met de vastgelovend officieel afsluiten. Dankjewel! Ik hoop dat je glaas niet kapot. Het is een echte afsluiting, want dan moet er nog weer een hearing zijn. Dat huurt er ook bij. Ik luister zelf cannabis, maar af woensdag en ik einde een hearing. Want dat huurt erbij. En dan is de vastgelovend echt voorbij. We zien nu een aanbreken en langzamerhand druppelen de jongens weer binnen. Ik zie ze weer boven water. En dan hopen we toch dat we tegen 2 uur toch weer een pilsje kunnen gaan pakken. We hebben de knallende afgesloten. En
november dan begint het echt weer te kriebelen, het vastnoosbloed. Het zat met een dubbel gevoel. Dat is een schoen en een tiert gehad. Maar dan ben je ook blij als het weer voorbij is. Dus vanmiddag even met hier en Gjelle lekker bij een kant zitten. Even nog een keer praten. Over wie fijn het was, wie leuk het is geweest. Ja, dat is ook een mooi moment. Want hij heeft geen steiler bloed. Maar drie dagen het ganse jaar mag hij dat alles goed. Want dan komt hij de hemel uit en kijkt naar de hel. En aan de dag dat zingt hij samen met het ganse stel. U zag een film van Maartje Timmermans. Volgende week in Limburg Talk opnieuw een televisiepremière. Dan de documentaire Vrijmlu van regisseur Serge Crezo. Over migranten die in Limburg wonen en die platkallen. Nou, hier zijn we dan bij de Shoah. Waar ik zeg maar, al in de jeugd heb doorgebracht. Maar vroeger, in 1959, stapte de pap door aan de... aan de bushalte uit en dan ging naar de gemeentehuis om naar zijn huis te kijken wat er aangewezen had gekregen. Ja, hij kwam hier langs en ja, op een gegeven moment stonden die kinderen van toen dat tijd, in 1959, met de leraren, zeg maar, stonden hier gewoon aan het raam. Want ze hadden nog nooit een zo'n donkere mens gezien, eigenlijk ja, een zwarte mens gezien, die zo groot was. Dus eigenlijk was het bijna een attractie wie voor de eerste keer hier komen. Als politieagent moet ik dan split-second decisions maken. Binnen een seconde moet ik bepalen van wat ga ik doen. Dus dat geef ik ook aan jongeren, want die geven dan aan van veel buitenlandse jongeren, ja, we worden gediscrimineerd en ze moeten altijd de bos hebben. Maar dan geven ze gewoon aan van, nou, dat is politieagent. En dan rie je veel auto's rond, hè, in de nachtdienst. En ja, toen moesten ze nou uitpikken. Toen vinden ze een man en een vrouw en kinderen die in de auto zitten. Opa en oma. Een buitenlands gezin en vier buitenlandse jongen. Welke geest je controleren? Vrijmlu van regisseur Serge Crezo. Volgende week dus hier in Limburg Doc. Tot dan.